Dag reviewvrienden, hoe is het daar? Nou, laten we eens kijken wat er onder de doos zit. Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Eens even koekeloeren. Ach, wat leuk. Weer wat te drinken. We zaten erop te wachten. Dit ziet er toch wel heel goor uit, zeg. Basil seed drink with mango stain. Wil je even kijken wat hier gebeurt? Een flesje, ik weet niet helemaal hoor. Maar dit is nou niet echt waar ik op zit te wachten. En ik heb een tijdje geleden iets van mango steen gedronken. Ja, ook uit Thailand. Dit komt ook uit Thailand. Hier, Thailand. En dat was niet te drinken. En tegenwoordig heb je dus mango steen. En dat was toen al een beetje een dikke drap. En nu zitten dus zwevende basilicumzaadjes in. Dit flesje is ginger lime. En komt uit Italië. Ginger lime. Nou, ik hou van ginger en ik hou van lime. Dus hier zie ik geen probleem in. Unicorn dreams. Eenhoorndroompjes. Hartstikke veel cafeïne. Hartstikke veel collageen. Maar geen suiker. Vitamine C en zink. Made for you. Be not for them kids. Uit Amerika. Een energiedrankje. Zonder suiker. Voor rare vrouwtjes. Maar goed, wel lekker internationaal. Een Italiaantje, een Thaitje en een Yankee. Leuk om ermee af te sluiten dit jaar. En niet alleen gevarieerde dranken uit gevarieerde landen, maar ook met gevarieerde openingssituaties. Een blikje, klik-klak, ja. Een draaidopie en een ktsss. Ktsss. Dat is één. Appetee, ja. Dit ruikt naar een snelle dood. Dit ruikt naar snel naar de wc rennen en het er allemaal uitkieperen. Dit ruikt gewoon hartstikke lekker. Jullie weten wat er gaat komen hier. Komt ie hoor. De ginger lime uit Italië. Duizend. Fris. Ziet er goed uit. De basil seed drink with mango steen. Dikke drap. Met een soort kikkervisjes erin. Ik ben nu al geen fan. Moet je even kijken. Goeie god. En dan hebben we hier de unicorn. Ja hoor. Het rookt niet alleen chemisch, de Unicorn Dreams. Het ziet er ook verschrikkelijk uit. Ik kan nu al cijfers geven, want ik weet nu al dat deze de lekkerste is. Dat deze zo smerig is dat ik hem van moet spugen. En dat ik deze ook smerig vind, maar minder smerig omdat hier geen kikkerdril in zit. Maar goed, het is een reviewkanaal, dus we moeten proeven. Hè? En daarna pas de cijfertjes geven. Dus ik begin wel even met het wat ik denk dat het meest... Nou, ik begin met deze. Proost! Een soort lichtblauwe chemische drank. Het ruikt eigenlijk naar, weet je, naar een soort chemische ananas en chemische limoen. Het smaakt. Het smaakt heel vreemd. Ja, het is natuurlijk heel raar, want dit is natuurlijk een cafeïnehoudende drank. Hier word je een beetje hyper van als het goed is. Maar er zit dan weer geen suiker in. Maar je proeft de zoekmakers. Het is één chemische orgie in een glaasje. Maar is het vies? Nee, het is niet echt vies. Het smaakt een beetje naar, ja, zoals energiedrink vaak smaakt. Een beetje kauwgomborig. Maar deze is toch wel, heeft toch wel iets frissigs. Zou ik dit ooit drinken? Nee, het is ook niet voor mij bedoeld. Het is voor hippe meisjes bedoeld. En ik ben alles behalve een hip meisje. Daar zijn we het over eens. Nou, dan gaan we het zaaddrankje maar eens even drinken. Mangosteen, vies. Ik geloof ook niet dat ik heel erg gek ben op basilicumzaad. Zeker niet drijvend in een drankje. Maar goed, we moeten wat. Uit Thailand, komt ie.
Dit is het meest rare wat ik ooit heb gedronken. Want je drinkt dus een dikke drap. En in die dikke drap zitten dus ja, zaadjes, wat ook een beetje drapperig aanvoelt. Dus het is... Je hebt inderdaad het gevoel dat je iets drinkt wat niet gezond voor je is. Maar mangosteen was vorige keer niet te zuipen. Het drinkeffect is echt heel goor. Maar het is niet vies. We hebben dus twee drankjes waarvan ik dacht dat ze echt heel erg smerig waren. En dat valt allebei wel mee. Is lekker, nee, ook niet, maar dat is iets anders. We gaan nu over naar de Italiaanse ginger lime. Infuso di San Siro e infuso di limonata. En dat betekent zoiets als... Probeer en proef. Ja, dit is lekker. Dit is dus een combinatie van, laten we zeggen, een citroenprik. Met een knipoogje, hoe heet dat, ginger erin? Hoe heet dat, ginger? Hoe heet dat, ginger in het Nederlands? Dat doen ze nou voor normaal, zeg. Gember. Ik was het even helemaal kwijt. En dat gebeurt na zoveel jaren van dit soort dingetjes doen. Gaan we de cijfers geven? Die zijn toch anders dan ik had verwacht. Deze is verschrikkelijk chemisch. Ik hou niet van energiedrank, dus dat helpt al niet. Moet je kijken naar dat blikje. Dat blikje is al chemisch. Alles is chemisch. Maar het is ook gewoon bedoeld voor hippe meiden. En het is niet voor Omian. Dit soort bende krijgt van mij een 5. Leuk geprobeerd. Marketing ziet er allemaal prima uit. Het is alleen niet suiker. Nu denk je, hey, hoe kan het nou? Die bagger met dat zaad erin. Wordt die dan hoger geschat? Nee. Nee, niet hoger. Maar ook niet lager. Want dit is minder vies dan verwacht. En ondanks dat je het gevoel hebt dat je, ja, hoe noem je dat? Dat je een luierleger aan het slobberen bent. Is de smaak niet vies. Ook van het basilicumzaad, dat proef je ook een beetje. En die mangosteen is ook niet zo heel erg smerig meer. Dus deze krijgt ook een 5. Maar dat heeft dus niet met de smaak te maken, maar met de drinksensatie. Want ja, de smaak is prima, alleen je moet zo'n soort dikke bagger naar binnen slurpen. En daar ben ik niet zo van. Nou, in deze, in het prachtige Italiaanse flesje, moet je nou kijken. Ja, dat zei ik al eerder, die gaat alles scoren. Deze krijgt mij een 8. Want die is lekker. Europa, Azië en Amerika op één tafel in 3 glaasjes. Mooi, zo aan het einde van het jaar. Oh, mooi.